Nou, dit wordt een supermarkt, maar er komen geen boodschappen in te staan, hè? Nee, we staan nu bij een hele grote lege hal met een stuk of 10, denk ik, elektrische wagentjes. Maar ik vind het een heel mooi systeem. Het zijn hele kleine elektrische wagentjes. En ze kunnen binnen een tijdsframe van ongeveer 20 minuten aanbieden wanneer ze bij jou thuis langskomen. Ja, dat is een mooie manier die wel past bij onze dichtbevolkte stad, waar we natuurlijk ook naar duurzaam vervoer willen. Ja, maar 10 van die wagentjes, ze zijn 2 jaar geleden in Amersfoort begonnen en daar rijden er inmiddels 50, begreep ik. Klopt. En het leuke is van Leiden, de eerste 10, die zijn ook echt herkenbaar. Er staat dus ik kom de poort tegen en ik zie een Leids blond biertje erop staan. En dat hebben ze ook, hè? Leids blond. Ja, ja, je kunt ook lokale streekproducten, die gaan ze ook verkopen. Dus die kan je ook bestellen. Dus je gaat naar ik vond het vrij simpel met een app. Je bestelt je boodschappen en de volgende dag binnen een tijdsframe van 20 minuten brengen ze bij je langs. Eduard, vandaag is de grote dag in Leiden voor jullie. Ja, absoluut. Ontzettend spannend natuurlijk. Heel veel zin om nu ook in Leiden te gaan starten. Wat wij willen doen is, we willen online boodschappen doen gemakkelijk maken. Want op zich bestond dat natuurlijk al. Dat bestond al. Wat wij anders willen doen is dat we zeggen, het moet simpeler. Het moet op tijd. Het moet zo zijn dat je niet moet wachten thuis. Wij bezorgen op 20 minuten precies. In plaats van binnen 2 en 4 middags. Want wij geloven dat mensen niet willen wachten op boodschappen. En we willen dat het gratis is. Vanaf €25 bezorgen we gratis. We rekenen geen bezorgkosten. Dit wordt niet een opslagruimte voor supermarktartikelen, hè? Nee, dit niet. Het is eigenlijk, zoals je dat noemt, een overslaglocatie. Dus wij hebben de grote winkels waar eigenlijk alle producten zijn. De mega opslagen, die zitten in Utrecht en Nijkerk op dit moment. De boodschappen worden hier naartoe geleverd. In frames, die worden hier enkel overgeslagen naar de elektrische karretjes die vanuit hier de laatste kilometers de stad inrijden. Dus daarmee gaan we ook een hoop verspilling tegen en extra CO2-uitstoot van voertuigen. Ze zijn klein, dat is aan de ene kant handig en je kan overal makkelijk bij. Mensen kunnen er nog langs, maar er kan ook minder in. Ja en nee. Ze zijn inderdaad wat compacter, waardoor minder volume in kan. Alleen ik denk dat we heel slim omgaan met de ruimte. Dus wanneer je vergelijkt met een traditionele pick-up truck of een klein vrachtwagentje, zit daar achterin vaak een looppad bijvoorbeeld. Dus iemand klimt het voertuig in. En dat kost ook ruimte. Dat kost ontzettend veel ruimte. En wij hebben geen looppad achterin. Wij benaderen het voertuig van links en van rechts. En eigenlijk al het volume dat daadwerkelijk in de box zit, in de carrosserie, dat is ook daadwerkelijk volume dat gebruikt wordt voor boodschappen. Jullie beginnen nu vandaag in Leiden. Is het ook echt alleen Leiden of is het de regio? We beginnen echt met Leiden. Ambitie is ook wel om regio aan te pakken. Dus om verder te kijken dan Leiden. Maar afhankelijk van ons voertuig kunnen wij natuurlijk niet veel meer pakken dan bijvoorbeeld Oegstgeest of een klein deel maar van de regio erbij. Dus we zullen echt starten met enkel Leiden en proberen zo ver mogelijk uit te breiden wat de actieradius van het voertuig toelaat.